alleen een spiegel in de badkamer? Ja, geen lange. Heb jij een strijkplank? Ja, die pak ik even. Nee, ik ga het maar hier doen. Ja, ja. Doe dat. Ah, het is zo verdommerd. Ja, het is zo nooit te doen. Onder finesse. Wat? Ik zou een lange schaafleg doen. Ja? Ja. En jij gaat opsteken, hè? Ja. Je moet opsteken. Ja, je moet, ja. Doe die vlecht, je kan er altijd nog uithalen. Ja. Toch? En opsteken is meer. Nou, nu ga ik strijken. Het is echt een lekker gevoel. Ik ga zoveel mogelijk studeren voor de eindtest. We moeten alle afleveringen weer langs. Wat de mol deed in aflevering 2. In welk team de mol zat bij in aflevering 4, opdracht 2. Ik moet gewoon dat hele molboekje weer terugbladeren. En mijn conclusie maken. En dan ga ik op één iemand. Voor het eerst. Precies. Een jolie petit ensemble. Ja, heel leuk. Heel leuk. Hé, een drie rode schoenen. Ja. Die heb ik nog niet aan, maar die heb ik wel. Ah, cool. En dat is wel drie rode lippen. Dat is schijnig. Ja. Annemarie was eigenlijk al vanaf dag 1 mijn hoofdverdachte. Dat kwam eigenlijk omdat we als groep heel open waren en heel veel contact hadden. En zij als enige zich verwijderde van de groep. En wat afstandelijker was. En helemaal geen dingen opschreef en niks deelde. Dus dat vond ik heel raar. Ik heb nog van de schilderijopdrachten glitters. Oh, wat geinig. En toen opeens, ging ze na een paar dagen, gingen ze opeens heel overdreven in de bus roepen naar mensen. Hé, wat is jouw sterrenbeeld en hoe heet je zus? Toen dacht ik, ja, dit doe je te obvious. Nou, het is ook nog rode lippenstift op, wat ook als een rode lap op een stier werkte bij mij. Het is een heel ander programma ineens. Het is van Wie is de Mol? Het is active. Nee, dat is it's outdoor. Holland's Next Mol. Kijk. Oh. Ja? Oh, mijn lol. Hadewier is niet de mol. In het begin dacht ik wel, weet je, ik denk ze is een beetje stillig. Toen dacht ik nog, oh, de Mona Lisa van de groep. Maar toen we eenmaal verder gevorderd waren, toen werd ze steeds fanatieker en nu is ze echt op de toppen van het fanatisme, echt. Ah jongens, ze zit niet eens gelukt. Nee, dan word ik echt gek. Als nu, nee, we moeten echt die pot. Echt, het kan gewoon niet, jongens. Het kan gewoon niet. Echt zo gepassioneerd. Nee, dat is al een mol nooit doen. Wow! Maar snap je het idee? Ja, maar ik kan misschien nu. Je kan hem dit doen en dan moet je hem afmaken. Kan je het zelf afmaken? Ik wel. Wij, de kandidaten, lijken eigenlijk op de wagonnetjes van zo'n houten speelgoedtreintje met van die magneetjes. Of je maakt een enorme klik, of je stoot elkaar af omdat je niets met elkaar hebt. Maar je moet iets met de mensen in de groep, want anders hou je het niet vol 3 weken lang. En Annemarie als enige laveert daar een beetje tussendoor. Ze gaat nergens een echte klik of een vertrouwensband aan. En ze maakt ook met niemand opmerkelijk veel ruzie. En dat valt op. Ze heeft acteur C niet gezien, zelf had ze dieren B. €150 op B voor bad eend, beer. Ik heb een extra boekje meegenomen waar ik over elke opdracht de meest belangrijke dingen heb opgeschreven. Dat je een soort helder overzicht hebt. Dat heb ik steeds bijgehouden. Dus dat heb ik al heel vaak doorgekeken. En ik heb al haar persoonlijke dingen uit mijn hoofd geleerd. En ik probeer gewoon mijn ogen en oren heel erg open te houden.